Ja, gaan we doen. Nou, hallo en welkom. Goedemorgen bij dit tweede webinar in de serie Implementatie van de Omgevingswet. Leuk dat jullie er zijn in zulke grote talen. We verwachten ongeveer 100 mensen en nou, meer dan de helft is inmiddels binnen. Dus hartstikke leuk om te zien. Voor de mensen die voor het eerst zijn in de serie, welkom. En de mensen die voor de tweede keer zijn, superleuk dat jullie er weer zijn. En hartelijk dank voor alle feedback die jullie in de afgelopen tijd hebben ontvangen. Was heel erg nuttig en daar gaan we zeker mee door. En we hopen dat ook naar aanleiding van deze webinar weer op te kunnen halen. Dus dat is heel erg fijn. Vorige keer ging het over het belang van testen. Vandaag gaan we het hebben over de rol van de planbeheerder. Zoals we allemaal weten, heeft de Omgevingswet nogal wat wijzigingen met zich meegenomen. Ook in processen en ook zeker op beheer. En een grote vraag voor gemeentes en andere overheden is: hoe ga je als overheid al die plannen door een pijpleiding krijgen? En wie houdt daarbij het overzicht? Dat is een interessante vraag natuurlijk. Daar gaan we het vandaag over hebben. Enzo gaat jullie meenemen in de rol van de planbeheerder. En naast mij zit Enzo, consultant ruimte en omgeving. En ja, dan kunnen we van start, denk ik. Nadat ik natuurlijk de huishoudelijke mededeling heb gedaan, dat was ik alweer vergeten. We hebben de microfoon op mute, dus het is een eenrichtingsverkeer vandaag. Wij spreken tot jullie en jullie kunnen typen in de chat. Doe dat ook vooral. Er zit iemand mee te lezen met de chat en die zal vragen beantwoorden zo goed als mogelijk. Mocht de vraag niet direct in de chat beantwoord kunnen worden, dan komen wij daar uiteraard op terug. Nou ben ik wel klaar. Ja, en dan gaan we eigenlijk starten met een stukje interactie. Want we willen natuurlijk ook heel graag weten nou, hoe jullie er allemaal als groep in staan. En daarvoor hebben we een aantal stellingen bedacht. En dit is eigenlijk de eerste stelling die we willen toetsen bij jullie. Gewoon om eens te peilen. Er is natuurlijk geen goed antwoord of fout antwoord. Iedereen is bezig met zijn eigen voorbereiding. Maar we willen wel heel graag een beeld krijgen bij nou ja, hoe jullie er zelf over nadenken. Dus daarbij de stelling, nou, werken met het omgevingsplan zorgt ervoor dat een betere samenwerking noodzakelijk is. En ik denk dat iedereen daar inmiddels wel een mening over gevormd heeft. We zien hem ook heel erg oplopen. Nou, ik denk dat we bijna wel kunnen stellen dat iedereen het unaniem eens is dat dat nodig gaat zijn. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waarom we deze webinar eigenlijk nou, bedacht hebben. Waarom we deze rol van de planbeheerder zo pontificaal naar voren willen brengen. Omdat nou ja, het werken met het omgevingsplan, ja, daar zit gewoon een hoop extra in wat we nu nog niet hebben met het werken met inbouwbestemmingsplannen. Om jullie daarin mee te nemen, wil ik eigenlijk starten in het begin. En ik wil jullie eigenlijk de context mee gaan geven over dat werken met het omgevingsplan in de Omgevingswet. Want daar komt heel veel bij kijken. Er zijn allerlei nieuwe onderdelen. Er zijn ook dingen die wel herkenbaar zijn vanuit de huidige werkwijze. Maar juist die context is voor een planbeheerder heel erg relevant. En wat zijn we nou continu aan het doen? Wijzigingsprojecten. We noemen het ook wel wijzigingsbesluiten. Eigenlijk wijzigingen op het omgevingsplan. En zo'n wijziging op het omgevingsplan bevat allemaal onderdelen. En de onderdelen waar je aan kan denken zijn nou, de juridische regels. Je hebt natuurlijk je basisset aan juridische regels. En die zitten in je moederomgevingsplan en daar ga je continu op wijzigen, iteratief. Vervolgens zitten er allemaal annotaties bij. Wat gebeurt er nou bij die regel? Is er een vergunningsplicht opgenomen? Mag ik daar iets? Moet ik iets? Waar gaat die regel over? Die labels die worden er allemaal aan vastgehangen. En dat zit in het datasetje wat aangeleverd wordt richting LV. Vervolgens moeten we ook nog bepalen waar dan die regel gaat gelden. Dat is echt een verplichting. Doen we dat niet, dan gaat het aan het Amtsgebied. Nou, dat is een juridisch risico wat je soms niet wil lopen. Op andere regels kan dat natuurlijk heel goed plaatsvinden. Maar logischerwijs gaat bij wijzigingen van omgevingsplannen ga je gewoon nieuwe werkingsgebieden creëren met de bijpassende geometrieën. En vervolgens maken we daar ook nog een besluit van met daarin de motivering. En dat hele pakket wordt verstuurd richting landelijke voorziening. En hoe ziet het er dan uit? Nou, dan gaan we kijken eigenlijk richting de LV zelf. En nou ja, mijn co-collega van Bodegraven Reeuwijk, die is altijd heel blij als we hem weer als voorbeeld nemen. Want die heeft gewoon heel veel publicaties gedaan. En daar leren we met z'n allen heel erg veel van. De vorige keer ging het natuurlijk ook over het testen van het omgevingsplan en het technisch systeem. Nou, daar zijn ze natuurlijk heel druk mee bezig geweest bij Bodegraven Reeuwijk. En er zijn al een goed aantal publicaties gedaan. En daar leer je veel van. Dus we zien hier continu die wijziging op wijziging op wijziging op wijziging plaatsvinden.
En dat is iets wat telkens weer bestuurd moet worden, moet voorbereid worden en waar die dataset dus op vergroot gaat worden. Nou, visueel zien we in de LV eigenlijk niet heel erg veel verschillen tussen die verschillende projecten. Daar zit verbetering in, daar is de LV ook bewust van, hè? DSO-regels op de kaart, daar willen ze verbetering in brengen. Want iedereen kan inzien, die al langer in het vak zit, misschien ook kort in het vak zit, dat voor een initiatiefnemer juist die additionele informatie heel erg relevant is. Als we dan door gaan kijken, en we pakken de technologie erbij, dan zien we hier dat in de praktijk, ja, in de technologie, zien we dat daar wel meerdere projecten aan het ontstaan zijn. En daar begint dus ook de complexiteit, nou, die raak je daar. Dus collega's kunnen individueel van zichzelf prima eigen projecten gaan maken, wat over een specifiek onderwerp gaat, net zoals we dat nu ook doen met de bestemmingsplannen. En vervolgens gaan we de hoofdset van het moederomgevingsplan iteratief wijzigen binnen een project. En dan zien we al direct, ja, we zijn aan het werk in één plan. En dus kunnen we ook invloed hebben op elkaar. Want ik pak met mijn eerste plan een uitdraai van het laatste omgevingsplan. Vervolgens ga ik daarop wijzigen. En dan kan een collega van mij ook doen. Dus ja, je kan invloed op elkaar gaan krijgen. En zo, ik ga even op de stoel zitten van onze gasten. Heel goed. Er zijn dus, je vertelt net dat er dan meerdere projecten naast elkaar of parallel aan elkaar lopen, tegelijk. Ja. Welke invloeden kunnen meerdere teamleden dan op elkaar hebben? Zeg maar, wat voor problemen kunnen daar voortvloeien? Gewoon breed over dat hele plan kan je invloed op elkaar hebben. Ik bedoel, je moet met elkaar kunnen samenwerken. Dan wel met collega's zelf, dan wel met andere instanties met wie je samenwerkt. En je kan dus in elkaars vaarwater terecht gaan komen. Mm-hmm. Als je dezelfde regels gaat wijzigen, moet je dat natuurlijk goed van elkaar weten. Mm-hmm. Als je de locaties van elkaar gaat wijzigen, dan moet je dat van elkaar weten. Dus je bent al heel snel in het vaarwater van je collega aan het gaan. Mm-hmm. En daar moet je gewoon goed mee uitkijken. En nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de context waar we in zitten met die planbeheerder. Mm-hmm. Wie gaat daar het overzicht in houden? Wat iedereen aan het doen is. Precies. Dus dit gaat gebeuren, gegarandeerd. Nou ja, weet dus ook ieder teamlid wat de ander doet. Dat is eigenlijk de hele concrete vraag die je als organisatie moet gaan stellen. Nu zitten we nog met de context van bestemmingsplannen als juridische eilanden. En zometeen heb je een soort van supercontinent wat je omgevingsplan is. Ja, hou nog maar het overzicht van wat de ander aan het doen is. En of je dan in elkaars vaarwater zit. Heel belangrijk onderwerp richting invoering van de omgevingswet. En dan gaan we eigenlijk meteen door naar de volgende stelling. Kleine introductie van nou ja, waar we naartoe gaan met het verhaal. En we willen heel graag weten, ja, hebben jullie eigenlijk nagedacht over een basisset aan werkafspraken om dus dat regiestukje op dat omgevingsplan te kunnen behouden? Of is daar nog niet aan gewerkt? Of nou ja, is er wel aan gewerkt, maar is die nog niet geconcretiseerd? Nou, hier zien we al nou eigenlijk ook wel dat er best wel uniform gereageerd wordt op de stelling. Dus één persoon in de zaal heeft dit al. Nou, dat is goed voor elkaar. Dat is zeker goed voor elkaar. Twee nu inmiddels. Nou, misschien dat andere gemeentes daar een keer van kunnen leren of wat voor organisatie daar ook op gereageerd heeft. Want het is gewoon een heel belangrijk onderwerp. En ik zie ook dat veel mensen wel reageren dat ze daar mee bezig zijn. Maar het nog niet zo concreet hebben. En dan is dus ook zeker het advies, ga hiermee aan de slag. Probeer voor jezelf voor ogen te krijgen wat er allemaal gaat veranderen. En wat voor nou ja, afspraken je met elkaar onderling moet krijgen om van elkaar te weten wat je wijzigt. Met het doel, het werken aan dat één omgevingsplan. En we gaan dat iets meer beeldend maken. Plaatjes vanuit de software. Dus er is heel erg veel locatiebeheer. Dus eigenlijk moet iedere regel die je in je omgevingsplan hebt opgenomen, moet een plek op de kaart krijgen waar deze regel geldt. En dat doe je door middel van locaties. Je kan het enigszins een beetje vergelijken met hoe je nu inderdaad de bestemmingen ook als locatie opgeeft voor een grotere regelset. Alleen binnen het omgevingsplan is dat veel meer nou ja, op de individuele regel gebaseerd. Terwijl het bij bestemmingsplannen wat breder geldt op de hele bestemming. Wat je kan begrijpen hieruit, is dat dus die bak met data van locaties, die gaat zich enorm uitbreiden. Probeer maar eens na te gaan met de hoeveelheid bestemmingsplannen, de hoeveelheid uitgebreide omgevingsvergunningen die er nu zijn.
om dat allemaal te vertalen naar individuele locaties. Dus deze bak met data die je over je hele omgevingsplan kan gaan gebruiken, en ook voor iedere vervolgwijziging kan gaan gebruiken, ja, die heb je in je beheer en daar moet je wat mee. Dus als er dingen worden toegevoegd, dan moet je er goed over nadenken, hoe wordt dat dan toegevoegd? Als je gaat samenwerken met andere partijen, dan moeten die ook weten hoe jullie het databeheer gaan doen. Dus het overzicht hierop creëren is heel erg relevant. En als we dan gaan kijken, dan hebben we eigenlijk nog wel meer. Want ook die annotaties die we eerder hebben genoemd, ja, dat is ook weer een bak met data. Dat zijn alle labels die aan de regels hangen, waar ook wat mee gedaan moet worden. En die ook weer in dat hele plan en alle vervolgwijzigingen gedaan kan worden. Nou, dus hebben we hier even gefocust op alleen de activiteiten. Maar natuurlijk heb je ook nog omgevingsnormen, gebiedsaanwijzingen en andere omgevingswaarden. Dus die bak met data die gaat zich echt vullen. Nou, als hier wijzigingen inkomen, wisselingen inkomen of nog erger, dubbelingen inkomen. En dan ben je binnen no time het overzicht natuurlijk volledig kwijt. En dat is hetgene waar we jullie voor willen behoeden. Dat je dat overzicht echt moet behouden. Ondanks dat je misschien veel samenwerkt met de andere uitvoerende partijen. Of je doet heel veel intern zelf. Het maakt niet uit. Het regie op dit stuk databeheer, die moet je gaan ontwikkelen. En dan hebben we er nog één. En dit is wel iets wat net omgeving eigen is. Moeten we eerlijk toegeven, maar waarvan wij denken dat dat de werkproces eigenlijk een stuk makkelijker maakt. Want we hebben het locatiebeheer gescheiden met het geobeheer, waardoor je eigenlijk makkelijk de locatie kan wisselen. Dus hier zitten alle geometrieën in die je uiteindelijk kan omvormen tot een locatie. En daarmee kan je in netomgeving eigenlijk ervoor zorgen dat als een locatie, dus het werkingsgebied van een juridische regel, wijzigt, dat je niet de hele koppeling eraf moet halen, al die technische moeilijkheden moet doen, maar dat je strikt alleen de nieuwe geometrie toevoegt, de locatie uit de vorige, of de geometrie uit de vorige locatie eruit haalt, en vervolgens doe je de nieuwe geometrie er weer in, en dan heb je het plaatje compleet, en is het werkingsgebied al veranderd. Zorg er wel voor dat je extra data hebt. Maar die ga je sowieso moeten beheren, omdat iedere locatie een geometrie moet hebben. En zo zie je dus dat er niet alleen op de regels, maar ook eromheen eigenlijk heel erg veel data ontstaat en bestaat. Nou, iemand moet daar het overzicht in houden. We hadden net al de vraag gesteld van, heb je dan al werkafspraken? Nou, dit is natuurlijk ook iets wat in die werkafspraken terecht moet gaan komen. En waar de planbeheerder wellicht het overzicht op moet gaan houden, van worden die werkafspraken dan ook goed nageleefd. Zodat het omgevingsplan ook daadwerkelijk een goed omgevingsplan blijkt. En hier hebben we dat nog even uitgewerkt. Het start van het project, dat kan je zien als een stukje samenwerking plus het regie op het volledige omgevingsplan. En dat kan je dus natuurlijk op meerdere manieren doen. Ik denk dat inmiddels heel veel van jullie al weten dat het uitwisselen van planbestanden toch wel lastiger gaat zijn dan dat dat nu is met IMRO. En daar moet je rekening mee houden. En daar hebben we twee werkwijzes voor bedacht met z'n allen. En de ene is de nieuwe plan uitwisselingsstandaard. Nou, die is volop in ontwikkeling. En daarmee kan je volledige plannen eigenlijk importeren in de software. Ja, en Enzo, je hebt net beschreven dat een pulpout van data de kant van de gemeente op gaat komen. Ja. Een plankoppeling is daar één van. Ja. Dat is dan een gebundelde vorm van al die data. Komt die dan automatisch in een productieomgeving terecht? En gaat dat dan vervuilen? Is dat een risico? Dat is zeker een risico, want wat je daarmee doet is je vraagt eigenlijk een plan op. Dus je vraagt al die data op en die hele wijziging en die importeer je in de software. Dus je krijgt in één keer de hele bulk aan data erin. Mm. En als daar dus een hele hoop vervuiling in zit, dan ben je dat eigenlijk aan het importeren in de software. Ja. En daarom is die eerdere vraag over die werkafspraken natuurlijk zo belangrijk. Ja. Want dit wil je van tevoren goed regelen. Je wilt eigenlijk dat er goed werk wordt aangeleverd. En dat geïmporteerd wordt. Mm-hmm. Zodat je er als uitvoerende partij eigenlijk de minste werk aan hebt. Ja, dus als ik jou even mag parafraseren, is eigenlijk wat jij zegt. Je wil eigenlijk van tevoren een soort van screening doen. Of het is wat je denkt dat het is. Ja. En het dan pas in je productieomgeving zet. Ja, je wilt eigenlijk een goede opdracht kunnen geven. Ja. Ik denk dat dat het allerrelevantste is. Iedere gemeente mag het op zijn eigen manier gaan bepalen. Ook andere overheden mogen hun eigen plannen gaan opstellen. Dus ja, iedereen heeft daar de volledige vrijheid in gekregen in de omgevingswet. Ja. En je moet dus goed kunnen sturen. Ja. Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk, die werkafspraken, als je bijvoorbeeld een stedenbouwkundig bureau bent. Mm-hmm. Want dan moet je bij de gemeente nagaan, hoe moeten we het voor jullie aanleveren. Ja. Draai hem eigenlijk om, maar is net zo belangrijk.
Ja, en daar heb je dan ook misschien de situatie dat je als tweede bouwkundigbureau voor de ene gemeente het ene moet doen en voor de andere Ja, het andere. ja. Want het is dus niet uniform, zoals je net zegt. Precies. En dan moet je het overzicht kunnen behouden. Ja, Ja. oké. Okay. En de andere manier van samenwerken is dus in de software. Nou, dan kan je wel meer slimmere manieren gaan bedenken om dat een goede uitwerking te geven. Maar dan zit je natuurlijk met andere IT-problemen. Dus nou ja, dan moet je alternatieve partijen die buiten je organisatie zitten, eigenlijk in je organisatie krijgen, in jouw software krijgen. Via SaaS gaat dat allemaal een stuk makkelijker. Dus dat is ook een van de redenen waarom we daar naar over zijn gestapt, natuurlijk. Maar het is nou ja, niet zo makkelijk misschien wel te stellen als dat het nu gaat. Ja, we hebben het er al bij, we hebben er bij stilgestaan. Data en beheer is dus echt een nieuw ding, wat groots gaat worden met het werken van het omgevingsplan. En de regie houden daarop, dat is een klus op zichzelf. Je moet heel goed weten wat er geproduceerd wordt. Je moet heel goed weten van elkaar wat er speelt. Want anders kan het zijn dat je in elkaars vaarwater komt, wijzigingen gaat maken die je eigenlijk niet wilt maken. Goed, dit gaat goed. Ja, we hebben ook nog de planvolgorde bepalen. Want we hebben het net al een beetje uitgelegd. Uiteindelijk moet je dus meerdere wijzigingen ga je tegelijkertijd starten. En die meerdere wijzigingen moeten uiteindelijk ook gepubliceerd worden. En om dat te kunnen publiceren, heb je daar een consolidatie voor nodig. En dat zit hem erin dat het startpunt van meerdere projecten eigenlijk hetzelfde kan zijn. Namelijk het laatste onherroepelijke of laatste definitieve omgevingsplan wat in de LV staat. Nou, dat is eigenlijk het startpunt van drie projecten in dit voorbeeld. En vervolgens ga ik natuurlijk als wijzigingsbesluit 1 publiceren. En dan heb ik het moederomgevingsplan plus mijn wijzigingen. Maar vervolgens wil mijn collega met wijzigingsbesluit ook publiceren. En die heeft het laatste onherroepelijke omgevingsplan plus wijzigingsbesluit 2 wijzigingen. Nou, als 1 al gepubliceerd is en vervolgens gaat 2, dan zult u zien dat gaat mis. Dus op een gegeven moment moeten die twee met elkaar gaan samengevoegd worden, samengesmolten worden. En dat is ook een van de onderwerpen waar we in de webinar-serie bij stil gaan staan. En om dat goed te kunnen doen, moet ik daar de planvolgorde voor bepalen. En dat hebben we in een klein filmpje uitgewerkt. En dit is de allereerste manier van werken. Dit kan nog verbeterd gaan worden, maar we hebben in ieder geval een basisidee. En wat we hier dus zien, is dat ik bij wijzigingsbesluit 1 het moederplan ga selecteren. Want dat is mijn voorganger op dat moment. En dat is dus ook degene met wie ik moet gaan consolideren. En daar zitten dus waarschijnlijk geen verschillen in, want ik voeg alleen maar dingen toe. Wordt pas interessant als je wijzigingsbesluit 2 er ook bij gaat pakken. Want dan heb ik een andere voorganger, namelijk wijzigingsbesluit 1. En moet ik dus uiteindelijk gaan consolideren met wijzigingsbesluit 1, waardoor ik wijzigingsbesluit 1 plus 2 krijg. En vervolgens is er nog een collega bezig en die gaat achterin in het rijtje en die gaat naar wijzigingsbesluit 3. En die moet ook weer gaan consolideren. En die heeft dan als voorganger wijzigingsbesluit 2. En deze planvolgorde die moet bepaald worden voor publicatie. Doe je dat niet, ja, dan kan je dus gewoon letterlijk de wijzigingen van een voorgangend wijzigingsbesluit ongedaan gaan maken. Nou, we zien hier dus ook dat we een voorganger en een opvolger hebben. En dit is een extra stukje complexiteit en een stuk overzicht en regie wat je moet gaan behouden. En dat willen we dus ook heel graag meegeven. Welk plan volgt dan welke op, hè? En dat is eigenlijk de grote vraag die in die rol ook telkens weer naar voren gaat komen. Je moet de juiste publicaties gaan doen. Het is gewoon echt een noodzakelijkheid om dit goed in het oog te houden, anders gaat de consolidatie mis. En als de consolidatie misgaat, dan maak je vragen, of dan maak je wijzigingen ongedaan van anderen. Dat is het laatste wat je wilt, want dan heb je juridisch ook niet goed gemotiveerd. Krijg je weer beroepen. Nou, dat is iets wat je in de werkwijze niet wilt. Dit is iets wat compleet nieuw is in de werkwijze. En dat heeft er alles mee te maken dat we werken vanuit één groot plan, namelijk het omgevingsplan. En niet meer vanuit meerdere bestemmingsplannen, waar je dit soort invloeden op elkaar in een hele minimale wijze hebt. En zo, jij zegt nu, hè, de volgorde moet goed geregeld worden. Stel, ik heb de volgorde heb ik vastgelegd. Kan er dan na het vastleggen van die planvolgorde nog iets misgaan? Ja, helaas wel. Nee. Ja, nee, er zijn meerdere opties voor te geven.
Vrijheden is natuurlijk iets wat in de omgeving staat telkens weer terugkomt. Hmm. En ze hebben ook het college een vrijheid gegeven, wat je als gemeente mag gaan invullen. En dat is het mandaat dat het college een omgevingsplanwijziging mag gaan maken. Nou, heel veel omgevingsplanwijzigingen zullen nog steeds via de raad gaan. Dus dan heb je in de raadsvergadering een bepaalde volgorde bepaald van de besluiten die de raad neemt. Maar dan kan het dus nog zijn dat het college ineens heeft bepaald van ja, leuk en aardig, maar wij gaan voor. En dan moet er dus iemand in het oog houden van hey, deze wijziging moet voor de raad besluiten. Ja. Die gaat misschien minder vaak voorkomen, maar waar je hem echt heel vaak vaker terug gaat komen, is bij een uitslag van de Raad van State. Dus als er beroep wordt ingediend, dan kan het natuurlijk zijn dat een regel ongedaan gemaakt wordt. Dat is eigenlijk een technische wijziging. En dat zorgt ervoor dat de consolidatie natuurlijk anders moet, want het besluit van de Raad van State moet voor. Ja. En vervolgens gaan we pas de besluit vanuit de Raad publiceren. Ja. En dan wijzigt dus de planvolgorde. Ja. Nou, dat kan je bij het team neerleggen. Maar dat is misschien een minder goed idee, zeker als je een grotere groep hebt en meerdere besluiten. Ja. Want dan moet iedereen individueel van zichzelf gaan kijken, al welk plan hadden we eerst in de volgorde staan, welk plan moet nou gaan volgen. Dus wij denken dat dit een hele goede werkzaamheid zou zijn voor die planbeheerder, om juist ook dit goed op orde te houden. Ja, snap ik. En dan hebben we het volgende, want daar wordt die nog leuker. En dat is het proces van publiceren. We hebben natuurlijk heel lang een probleem gehad met parallele wijzigingen. En dat kan het DSO eigenlijk niet helemaal goed aan op dit moment. En dat zal ook in het begin van de invoering niet wijzigen. En waar ze in de standaarden op teken op uit zijn gekomen, is eigenlijk een oplossing, een semi-oplossing. En dat is dat je één besluit per 2 dagen kan publiceren. Wat we nu gewend zijn met bestemmingsplannen is dat je alles gelijktijdig kan publiceren. Nou, dat kan zo meteen gewoon echt niet meer. Je kan 1 wijzigingsbesluit per keer publiceren, waardoor die planvolgordelijkheid nog belangrijker gaat worden. En hoe ziet dat er dan uiteindelijk in de praktijk uit? Nou, je hebt besluit 1, besluit 2 en besluit 3. Nou, besluit 1 gaat eerst, dan 2 dagen wachten, dan komt besluit 2 en dan 2 dagen wachten en dan komt besluit 3. En hier komen we dus ook alweer een beetje in dat stukje uit van het bepalen van die planvolgordelijkheid en waar kan het misgaan. Want er is dus een langere tijd die er overheen gaat voordat die besluiten allemaal in de lucht zijn. Nou, heb je minder besluiten in de raad, ga je daar misschien minder op uitkomen. Maar als je al vaker meerdere bestemmingsplannen nu hebt, dan zal je dat waarschijnlijk ook in meerdere planwijzigingen gaan doen in de omgevingswet. En dan zul je zien dat er dus echt daadwerkelijk dingen tussendoor kunnen glippen. En dan moet dus die planvolgordelijkheid ook gewijzigd worden. Dus bijvoorbeeld eerst besluit 1 en dan het Raad van State besluit op. Misschien zegt het dan, nou, dus knikken we er gewoon helemaal tussenuit. Daar zijn we het totaal niet mee eens. Dus we gaan besluiten en besluiten publiceren. Dan moet dus overleggelijkheid veranderd worden. Betekent dit dan ook dat besluiten politiek gevoeliger zijn in de omgevingswet dan bijvoorbeeld in bestemmingsplannen? Ik zie hier wel een nieuwe dynamiek ontstaan. Ja. En dat is dat als het bestuur ergens iets heel erg belangrijk vindt, dat ze die voorrang willen gaan geven. En dat misschien een ander initiatief naar achter wordt geschoven in de publicatievolgorde en dus langer moet wachten voordat ze vergunningen kan aanvragen. Ja. Niet heel erg wenselijk misschien, maar wel iets waar je sterk rekening mee moet gaan houden. Ja. En dan hebben we de volgende stelling voor jullie, om de aandacht weer even lekker bij te pakken. We stapelen hem eigenlijk telkens weer op. Hè? En dit is de volgende waarvan we zoiets hebben. Daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. En dat is de samenwerking die jullie hebben met verschillende partners. Hebben jullie dat al geregeld? Zijn jullie daarmee bezig? Nog niet aan gedacht, kan natuurlijk ook. En hier loopt het iets meer uit elkaar. Ja, deze is een stuk minder unaniem dan de vorige. Ja. 17. Ja. Dus er zijn een aantal die er wel mee, nou ja, een goed aantal die er wel mee bezig zijn, maar die het nog niet helemaal allemaal volledig hebben. Dus natuurlijk ook een hoop informatie die mogelijk nieuw is, die we hier meegeven. Er is er één die gereageerd heeft, nou, dat ligt er vast in een handboek, heel verstandig, goed bezig. En een aantal die het nog niet weten. Nou, als daar vragen uiteindelijk over zijn, stel ze dan ook vooral, dan kunnen we er later nog op reageren. Eigenlijk is het in de lijn van het verhaal, komt deze naar voren toe. Hè? Van,
die samenwerking met partners. Je moet daar goed over nadenken als organisatie. Hoe ga je dat doen? Ook als je aan de andere kant van de tafel zit en je wilt het initiatief goed geregeld hebben, nou, dan moet je dus ook weten hoe je met je partner, namelijk de gemeente bijvoorbeeld, moet gaan samenwerken. Dus dit zie je in de hele ruimtelijke ordening zo meteen terugkomen. Nu hebben we een hele grote context geschetst over allerlei nieuwe werkzaamheden die gedaan moeten worden, allemaal nuances die in dat werken met dat omgevingsplan terugkomen. En dan gaan we het even diep hebben over de planbeheerder zelf. En waarschijnlijk zag je hem al wel een beetje terugkomen met het hele tijd het woordje regie, regie, regie. Die planbeheerder is de regievoerder van het omgevingsplan. Die houdt eigenlijk het oogje in het cel. Het is het spinnende web, degene met helikopterview. En die ervoor zorgt dat nieuwe werkproces een goede plaats gaat krijgen in de organisatie. En daarvoor moeten een aantal dingen geregeld worden. Je hebt echt een strakke regie nodig op hetgeen wat je wilt gaan uitvoeren. Dus het wijzigen van het omgevingsplan, het beheer van al die verschillende datasets. Daar moet goed over na worden gedacht door iemand of door meerdere personen. We zitten met het werken in dat omgevingsplan met de complexiteit dat we met z'n allen in één enkel plan aan het werk zijn. En daar ontstaan dus al die additionele werkwijze uit van het consolideren, van het planvolgorde bepalen. En daar moet een oogje op in het cel worden gehouden. Om dat enigszins goed te doen, is dus wel echt het advies en het aanbevelen om daar werkafspraken te maken. Om dan een leidraad te hebben van wij als gemeente, wij als provincie, hoe je het ook ziet in welke organisatie je al zit, wij werken op deze manier. En dit is wat wij verwachten van anderen als ze met ons samenwerken. Als je dat goed voor ogen hebt, dan denk ik dat je een heel eind gaat komen. Nou, dat is best interessant. Jij schetst hier dynamische werkafspraken. Werkafspraken moet je natuurlijk ook borgen. Ja. Maar stel ik me voor, dan maak ik een document en dan zet ik alle regels in waarvan ik wil dat mensen zich eraan gaan houden. Ja. Is zo'n document dan niet misschien veel te rigide? Maar hoe stel jij voor dat je die werkafspraak gaat borgen? Ja, kijk, een document is goed, maar iemand moet daar inderdaad wel blijvend mee bezig zijn. Want wij weten ook allemaal nog niet zo heel goed hoe dat nou uiteindelijk zijn echte uitwerking gaat krijgen. Mm-hmm. En waarschijnlijk denk je nu, we hebben het goed geregeld. En als je ermee aan de slag gaat, dan veranderen er dingen. En dus is het misschien toch niet zo goed geregeld. Mm-hmm. Dus er staat hier inderdaad in dynamisch. Ja, bind ze niet helemaal vast. Weet in ieder geval waar je naartoe moet werken. Hou dat doel in het oog. Maar waar verbetering mogelijk is, ja, pas dan ook die verbetering toe. En een ander voorbeeld, als je het gaat hebben over bijvoorbeeld dat beheer. Mm-hmm. Iedere keer als je een nieuwe annotatie toevoegt, een nieuwe activiteit, of je past een nieuwe locatie toe, of een locatiegroep toe, ja, dan moet je die ook opnemen eigenlijk in het document waar je uit kunt putten. Mm-hmm. En dan behoud je echt het overzicht over wat hebben we nou allemaal in onze voorraad en waar kunnen mensen gebruik van maken. Mm-hmm. Dus het is echt een dynamisch product. Ja. En om die werkafspraken dynamisch te houden, heeft het dan ook zin om het te kaderen in de zin van ik zeg wat ik vooral niet wil en ik laat de interpretatie voor wat ik dan wel wil wat losser? Of denk je dat datatechnisch dan weer te spannend is? Ik denk dat echt iets is wat je moet gaan onderzoeken en moet gaan uitvinden. Mm-hmm. Ik denk aan de ene kant dat je wel een bepaalde vorm van daadkracht nodig hebt. Mm-hmm. Dus het moet wel strak genoeg zijn dat je aangeleverd krijgt wat je verwacht. Ja. Maar helemaal de teugels zo strak houden dat er geen mogelijkheid is van creativiteit, daar ben ik nooit een voorstander van. Nee, dat begrijp ik. Duidelijk. En dan hebben we natuurlijk het laatste punt. Ja, hoe ga je dat nou doen? Ga je daar een specifiek persoon voor aanwijzen of ga je dat oppakken als team? Dat is ook een vraag die je moet gaan stellen binnen je eigen organisatie. Ook de grootte van de organisatie is daar natuurlijk heel erg relevant voor. Hoe groter je team is, hoe lastiger het is om het overzicht te bewaren. Het kan als team, maar ja, we hebben het over die planbeheerder en dat is met een reden. En wat voor taken horen daar dan bij? Nou, daar hebben we wel wat voor verzonnen. We weten natuurlijk ook lang nog niet alles, maar dit is wel iets wat we in ieder geval kunnen zien aankomen. Dus je moet gewoon als planbeheerder best wel scherp hebben wat er allemaal gebeurt. Dus wat voor wijzigingen hebben we en hebben die relatie tot elkaar? Want je wilt natuurlijk niet dat wijzigingen elkaar ongedaan gaan maken of dat er met beroep eigenlijk problemen veroorzaakt worden op volgende wijzigingen.
Dus die planbeheerder moet wel een beetje doorhebben waar het team mee bezig is. De volgorde moet bepaald worden. Dus als er iets tussendoor komt, dan moet iemand weten welk besluit was het eerste besluit dat we gaan publiceren. En wat volgt erop? Of als er een tussenuit valt, hoe dan de volgorde wordt. Dus daar is de planbeheerder de uitgewezen persoon voor. Om dat in het oog te houden en dan ook die wijzigingen te kunnen maken. Zeker ook met hoe de LD werkt met maar één publicatie per 2 dagen. Ja, dan ga je hier gewoon sneller tegenaan lopen. Mocht je nou echt besluiten hebben die relatie tot elkaar hebben, dan kan het ook een hele goede keuze zijn om die besluiten te combineren tot één groot besluit. En dat moet je in een heel vroeg stadium doen. Dus ja, ook in het voorbereidingsproces, in het werkvoorbereidingsproces, is het goed om die planbeheerder goed te informeren van, hey, dit is hetgene wat we gaan wijzigen. Nou, vervolgens moeten teamleden zich houden aan de gemaakte werkafspraken. Want nou ja, de teamleden die uiteindelijk de plannen gaan opstellen, die hebben weer de contacten met de uitvoerende partijen. En zo houdt uiteindelijk de planbeheerder de regie op dat totale omgevingsplan. Worden die werkafspraken niet nageleefd, dan denk ik dat het heel snel een rommeltje gaat worden in je data. En dat wil je echt gaan voorkomen. Nou, de kwaliteiten dan. Wat voor persoon ben je naar op zoek als je een planbeheerder wilt? Weet dat dit een landelijke zoektocht is. Hè? Dat is echt een nieuwe rol. We zien hem aankomen. We weten nog lang niet alles van de werkwijze. Dus heel veel gemeentes, andere partijen ook, zijn wel aan het nadenken van, nou, hoe gaan we dit nou op een goede manier wegzetten. En wij zien wel aankomen dat kennis van de procedures echt wel wenselijk is. Je moet wel weten wat de juridische invloeden ook op die verschillende wijzigingsbesluiten zijn. Want anders kan je niet signaleren dat iets mis kan gaan. Dus iemand die kennis heeft van de ruimtelijke ordening, nou, dat zou wel echt de voorkeur hebben. Vervolgens moet het natuurlijk wel iemand zijn die ook de technologie leuk vindt, die het leuk vindt om daarmee te werken en die het niet erg vindt dat de dingen veranderen. Want we zien in de stoptepot, nou, de wijzigingen al aankomen, die staan al klaar. De software is in ontwikkeling en moet ook weer gaan reageren op de volgende standaardwijzigingen. En zo zijn we uiteindelijk de omgevingswet en het technisch stelsel continu beter aan het maken. Dus het kunnen werken met technologie is echt heel erg belangrijk. Die persoon moet het overzicht kunnen bewaren van al die verschillende datasets, maar ook van die verschillende procedures die tegelijkertijd lopen. Dus het is belangrijk dat er een helikopterview gecreëerd kan worden. En daarbij werk je natuurlijk in een goed team. Ik denk wel echt dat het een specifieke rol is. Zeker als de organisatie wat groter is en je meerdere besluiten gelijktijdig hebt lopen. En dan is dat misschien wel zelfs een fulltime job. En dan moet je wel heel goed kunnen communiceren met al die teamleden en de juiste aspecten uit het werk kunnen oppikken. Van, nou, oké, we zijn hiermee bezig, dit zijn de wijzigingen die we hebben, het gaat om dit gebied, dan moet ik dit doen. Of anderzijds, deze heeft een groot juridisch risico, dus misschien moeten we die later in de planvolgorde zetten. Je moet heel goed kunnen praten met je team. En dus ook kunnen werken in een teamverband. En daarnaast, mocht het dan echt misgaan, dan moet die planbeheerder denk ik echt de leidende rol kunnen aannemen om te kunnen aangeven bij het team, we moeten hier wat mee. Want als we dit op deze manier gaan doen, dan voorzie ik dat we problemen gaan krijgen in bijvoorbeeld de consolidatie of in de publicatie. En daarmee neemt de planbeheerder af en toe de leidende rol aan. Ik denk niet dat het een totaal leidende functie is, dat zeker niet. Maar wel een leidende rol wanneer het nodig is. En zo, jij schetst hier nu eigenlijk een functieprofiel. Ja. Wij komen beide uit de planologie vandaan. Ja. En bij mij op de opleiding zeiden ze altijd, planologie is jong leren met belang. Ja. Nou, dit klinkt heel erg als jong leren met belangen. Zijn we dan eigenlijk op zoek naar planologen specifiek? Of, Ja, ik zou daar wel een soort van wens bij neerzetten. Kijk, als je iemand hebt die het leuk vindt om over de planologie te leren en die daar een beetje affectie mee heeft van hoe die procedures lopen, dan denk ik dat je ook zo'n persoon kan opleiden om dit te doen. Dan heb je niet de totale informatie en de kennis nodig over hoe het juridisch allemaal helemaal 100% werkt, maar heb je wel het overzicht. En anders, ja, dan is een planoloog wel heel handig als hij dit wil doen. Want die weet gewoon waar de nuances liggen in het werk. Nou, nou dat blijkt toch maar weer een goede studiekeuze te maken. Zeker weten. nou, dan hebben we de laatste stelling voor jullie. Jullie zagen misschien al wel aankomen. Maar wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd waar jullie als deelnemers van deze webinar, hoe jullie daar zelf over na hebben gedacht en of jullie dit al concreet hebben ingevuld of niet hebben ingevuld, of jullie hierover na aan het denken zijn.
zelfs of er hulp bij nodig is. Dan wel op kennisniveau of anderzijds. Nou, ik zie een vrij grote meerderheid bij nee, maar het gesprek wordt wel gevoerd. Ja. Maar toch ook nog veel andere antwoorden. Ja. Precies. Ja, nou, in ieder geval heel goed dat hierover na wordt gedacht. Want je moet daar vroegtijdig bij zijn. Als je uiteindelijk echt wilt gaan ontwikkelen op Stoptepel, dus op dat vaste omgevingsplan. En dan kan je maar beter er nu goed over na hebben gedacht, dan dat je er later tegenaan loopt. En dan zijn uiteindelijk de problemen ook makkelijker op te lossen. Nou, mocht er hulp bij nodig zijn, er zijn een aantal die daarop gereageerd hebben. Geef dat dan bijvoorbeeld ook bij ons aan. Misschien dat we daar het gesprek over kunnen voeren en jullie op gang kunnen helpen. Maar goed dat jullie hier in ieder geval over na hebben gedacht. En ik hoop ook dat met deze webinar jullie een beter beeld hebben gekregen bij nou, wat het dan allemaal inhoudt. Dat planbeheer en dat werken met Stoptepel. Want daar hebben we nog eigenlijk alleen één afsluiting voor. Ja, het is natuurlijk iets wat vaker terugkomt, maar niet alles is vooraf duidelijk. Hè. Laten we dat wel even heel duidelijk meegeven. Wij zien dingen aankomen, maar wij weten ook niet wat de toekomstperspectief precies is. We zien wel een aantal punten gewoon naar voren komen waar we denken, ja, dit is wel echt iets waar je mee aan de slag moet gaan als organisatie. We zien dat anders de regievoering gewoon misdreigt te gaan, als je hier niet goed over nadenkt. En dan, nou ja, iemand of samen als team in ieder geval dat regie ook op je durft te nemen. We denken echt dat noodzakelijk gaat zijn om het overzicht te bewaren. Zo'n planbeheerder kan daar een hele passende oplossing voor zijn. Dus dat willen we meegeven. En afhankelijk van het type organisatie kan je dat dus invullen als specifieke rol. Misschien een deeltijdrol, misschien een fulltime rol. Of misschien als je met een klein team zit, met weinig plannen die je moet publiceren, dat je dat dan gezamenlijk als team kan oppakken. Maar denk er in ieder geval goed over na hoe je de regie gaat behouden op het omgevingsplan. Ja, en dan nog wat informatie voor de mensen die bijvoorbeeld bij de laatste poll hebben geantwoord. Nee, maar we hebben hier hulp bij nodig. Is dit misschien helemaal relevant? Wij bieden consultancy en training aan. Die zijn vindbaar op karak.com. Er mag ook altijd gebeld worden met mijzelf of mijn collega's Sandra of Menno. Enzo bel ik dan ook, want dan stuurt hij waarschijnlijk door. Wat ook nog handig is om erbij te noemen, is dat consultancy en of in ieder geval dat consultancy ook mogelijk is als u geen gebruik maakt van Karak software. Dan nog kunnen wij, ik zeg wij, maar eigenlijk Enzo, advies geven. Dus dat is goed om nog te weten. Dan hebben we nog een aantal events. Zeer binnenkort, 13 juni, hebben wij het Karak event hier in Tianen. Het is niet hier bij ons op kantoor, maar wel vlakbij, bij het Miele Experience Center. Aanmelden kan nog, geloof ik. Het belooft een hele leuke dag te worden met 's ochtends aandacht voor de omgevingswet. En 's middags aandacht voor toekomstgerichte basisregistraties. Superleuk, dus mocht het alsnog lukken, meld je vooral aan. En het volgende webinar staat gepland voor 21 september. Die zal gaan over consolidatie. En daarover heeft Enzo vorige week op Profero samen met Lodewijk al een hele mooie presentatie gegeven. Dus voor de mensen die dat hebben gezien en denken van nou, dat wordt nog wat. Dan zou ik zeker bij het volgende webinar ook aansluiten. En die aanmeldingslink daarvoor komt vandaag op de website. Dus vanaf vandaag kan er worden aangemeld voor de volgende. Ja, dit zijn onze contactgegevens. Ik was dus Enzo van Sloten, de accountmanager, overheid en Enzo van ruimte en omgeving. En dan denk ik dat er ongetwijfeld wel een paar vragen zijn die we kunnen gaan beantwoorden. In ieder geval één of twee. Ik wil in ieder geval iedereen die aanwezig is ook hartelijk danken voor de aandacht en het reageren op de stellingen. Biedt ons ook weer inzicht in waar iedereen mee bezig is in dit mooie onderwerp. We hebben een aantal vragen, heb ik zojuist begrepen. Het reguliere verhaal is dus bij deze klaar. Dus wij gaan nog een aantal vragen beantwoorden. Blijf vooral hangen als je dat interessant vindt. Even kijken. Vraag 1.
van Igor. Hoe komen jullie bij 2 dagen die er tussen publicatie zitten? Je kan toch elke dag een plan publiceren? Ja, dit is een goede vraag. Staat letterlijk zo in StopTapod. Dus daar houden we ons aan in het verhaal. Dus eigenlijk staat in StopTapod de standaard van het werken met omgevingsplan. Staat in dat er 2 evenementdagen zijn om de boel te publiceren. Je kan het testen natuurlijk. Je kan het proberen of het sneller kan. Maar gezien we graag aansluiten bij hetgene wat we vanuit het ministerie en van Rijksoverheid aangeboden krijgen, doen we dat bij deze ook. Oké, dan hebben we nog een vraag. Er staat even geen naam bij, dus voor degene die hem gesteld heeft, excuus. Kan een handboek gedeeld worden? Ja, daar heb ik het antwoord niet op. Dus ik denk dat er heel veel organisaties bezig zijn met het maken van een handboek. Mocht iemand het willen delen, ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik denk dat dit ook een hele, hele goede vraag is, als het vanuit de gemeente komt, om het te stellen richting de VNG. Uiteindelijk, ja, anders ben je allemaal zelf het wiel aan het uitvinden. Nou, de VNG is natuurlijk een organisatie die er voor jullie is. En dan kan die daar mee aan de slag. En misschien dat we er later ook nog op terugkomen als we een goed voorbeeld hebben. Lijkt me goed. Dan heb ik een vraag van Preek. Hoe zien jullie de rolverdeling tussen de planbeheerders, de stedenbouwkundige bureaus en de medewerkers van geoinformatie? Wie doet wat? Wie beheert bijvoorbeeld de geometrie van werkingsgebieden? De geometrie van werkingsgebieden moet uiteindelijk ook in de software komen om daar te kunnen koppelen richting locaties. Dus als je daar een samenwerking mee kunt krijgen met de medewerkers van geoinformatie, dan ja, kan je dat als organisatie zo oppakken. Ik heb er zelf het beeld bij dat het misschien makkelijker is om het totale beheer van dat omgevingsplan bij die planbeheerder neer te leggen. Nou, dat er misschien uitvoerend door andere partijen input wordt geleverd, dat is helemaal prima. Maar ik heb er zelf wel een beetje een beeld bij dat je dat het liefst bij één persoon moet neerleggen en niet bij heel erg veel andere personen in dezelfde organisatie of andere organisaties. Oké. En dan nog een vraag van Gerlof. Hoe zit het met het opstellen van de plannen per perceel en de agenda van de raad? Achteraf aan te passen? Vraagteken. Als er plots een inspreek komt en de volgorde wordt gewijzigd door de raad? Ja. Ja, als je dit goed... Kijk, wat heel erg belangrijk is voor het bestuur om te weten, en ook de Griffie om te weten, is dat het aanpassen van volgorde in besluitneming of het ertussen uitknikkeren van een besluit, dat hele grote gevolgen heeft voor de uitvoerende organisatie. Ik denk dat dat wel iets is wat het bestuur en ook zeker de Griffie zich goed moet gaan realiseren. Je kan per perceel een plan opstellen, dat mag. Dat kan ook goed gaan. Als er iets tussenuit wordt geknikkerd, dan moet je daarop gaan reageren. En dan moet je dus voor de publicatie de volgorde gaan regelen en dus ook de consolidatie gaan regelen. En dan heb je er dus gewoon veel meer werk aan. Uiteindelijk kan dit een technische wijziging zijn en daarvoor zou je eventueel een mandaat moeten laten afgeven door de raad. Waardoor het college en dus de organisatie eigenlijk zelf die technische wijziging mag gaan doorvoeren. Dan is er nog een vraag privé gesteld en die gaan wij via de e-mail beantwoorden. Of telefonisch. In ieder geval komen wij terug. We zijn volgens mij ook door de tijd heen, als ik het zo zie. We zijn ook door de tijd heen, inderdaad. En volgens mij zijn we ook door de vraag heen, in ieder geval die hier voor ons worden klaargezet. Maar er is er nog eentje. Nog eentje. Vooruit. Doen we nog eentje. De PNG heeft procesbeschrijvingen van rollen en competenties. Ik zie de rol planbeheerder daar niet tussen. Is planbeheerder hetzelfde als een procesregisseur? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik weet wel dat er heel veel verschillende benamingen zijn die over hetzelfde gaan. Ik weet niet zo goed wat er staat over procesregisseur. Het wordt ook wel eens de product owner, omgevingsplan genoemd, planbeheerder, planregisseur heb ik wel eens genoemd. Ja, misschien moet er in de competentie en in de procesbeschrijving dan even goed aangegeven worden en gekeken worden van hey, is het een overeenkomend verhaal met wat we vandaag hebben verteld.
En dan is mogelijk het antwoord ja, ik weet het niet zeker. Nou, mocht het antwoord ja zijn, dan vind ik procesregisseur wel een heel veel coolere naam voor je functie dan planbeheer. Ja, hij heeft WNG goed bedacht. Zeker weten. Nou, dan ga ik bij deze de webinar officieel afsluiten. De webinar is ook opgenomen, dus is ook terug te kijken voor eventueel voor collega's die er niet bij zijn geweest of niet konden zijn. Voor iedereen die dit nog een keertje wil terugkijken, omdat Enzo stiekem toch te snel praat of te veel informatie in één zin propt, de opname die wordt nagestuurd, dus die staat binnenkort in de e-mail en kan worden bekeken. Dan wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid. Meld je vooral aan voor de volgende webinar in september. Ik beloof een mooi verhaal te worden weer. Volgens mij zit een andere collega van mij hier dan en niet ikzelf. En voor iedereen die zich heeft aangemeld voor het Karak-event, zou ik zeggen tot volgende week. En het loopt een mooie dag te worden ook. Dus fijne dag nog en dankjewel.